die verschil? Ja, denk ik wel. Bij mij? Ja. Echt? Oh, ja, okay. Dat zou ik toch niet zeggen. Ja. Als jullie de konden zien, zou je echt lachen. Waarschijnlijk is het straks de sneeuwstorm omdat ik naar huis moet rijden. En dat is echt gewoon shit, want ik ben echt ver van huis. We zijn klaar. Dit is haar look geworden. Super mooi, ik ben er echt heel blij mee. Hey, ik zie net dat onze video 5100 views heeft in 2 dagen. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Anjani, het is vandaag maandag. Ik ga nu even naar een proeftoe die ik via een wedding planner heb gekregen. En dat is in Blaricum. Ongeveer 25 moet rijden. En vooral mijn Irakese bruid. Dus dat vind ik wel leuk, ik ben wel benieuwd. Ze wou in ieder geval een zachte look, want het gaat over haar receptie. Het is vandaag woensdag. En ik heb gisteren dus lekker weer niet gefilmd. Ik ben net gedoucht. Ik heb zometeen een proef in Tilburg, dus ik ga me even klaarmaken. En die video met curry is nu klaar. Ik heb hem al klaarstaan voor morgen. En dan om 4 uur gaan we online. Ik ben echt benieuwd. Volgens mij... Het is wel een beetje gewaagd. Maar voor mijn gevoel is het ergens nog netjes. Maar je weet niet hoe mensen erop gaan reageren. Maar ja, weet je, het is volgens mij best normaal om over deze dingen te praten. Dus ik ben benieuwd. Ik ben niet blij met mijn haar. Dat irriteert mij echt. Ik had geen zin om het zeg maar stijl te vullen. Dus nu is het gewoon een drama. Dus hier moet ik het gewoon vast doen. Zal ik dat maar gewoon doen? Het is trouwens langer dan Tilburg dan ik dacht. Ik dacht ik ben er wel een uurtje. Maar het is bijna 1 uur en 20 minuten. Dus ik ga nu alvast weg. Maar ik had er al gezegd misschien ben ik wat later hoor. Het is gewoon ver. Oké. Ik zie jullie later weer. Als ik terugkom. Ik heb ook niet echt wat spullen aan. Ja, hier kan ik mee leven. Oké, okay, zie jullie later. Ik ben net aangekomen, het is aan het sneeuwen. Mijn moeder appte nog van, hey, pas op, het gaat sneeuwen, het wordt glad. Maar ik wist niet dat het al gaat sneeuwen. Dus waarschijnlijk is het straks de sneeuwstorm omdat ik naar huis moet rijden. En dat is echt gewoon shit, want ik ben echt ver van huis. Maar goed, hopelijk valt het mee en op de sneeuw valt het wel mee. Maar ik durf wel in de sneeuw te rijden, maar liever niet natuurlijk. Ik ben thuis. Ik was even ondertussen gaan eten. Toen ik nog in Tilburg was, ben ik naar huis gereden. Toen heb ik even dozen bij het grof vuil gezet. Het was echt een drama. Mijn snot liep echt uit mijn neus gewoon. Omdat het aan het sneeuw was net. En nu ga ik... Ik moet nog wat uren maken op de laptop. Dus dat ga ik even doen. Morgen moet ik om 10 uur weer naar een andere proef in Rotterdam. En daarna heb ik met het werk, waar ik zeg maar voor werk, even een training. En daarna hebben we een soort van teamuitje. Dus dat is ook weer in Den Bosch. Dus ik blijf aan de gang. Hopelijk sneeuwt het morgen niet. Want dan ga ik niet buiten lopen. Ik ben echt moe. Omdat ik ben toch best 6 uur weg geweest. Naar de proef rijden en daar zijn en weer terug. En die sneeuw was gewoon shit. Maar ik heb het overleefd. Het is vandaag donderdag. Ik ga nu naar Rotterdam voor een proef. Ik moet eerst even tanken. En dan ga ik even kijken of ik iets kan eten bij het tankstation. Dat ik een spin toch. Ik weet niet wat het is. Ik hoef ook niet meer naar Den Bosch. Want onze opdrachtgever is ziek geworden. Ik noem maar even opdrachtgever. Ik weet niet of ik anders moet noemen. Dus dat gaan we verplaatsen. Dus dat is chill. Dus dan kan ik gewoon naar Rotterdam naar huis. Misschien ga ik dan mijn nagels. Want ik heb vette uit. Ik had voor morgen een afspraak staan. Maar... Ja, ik ga er gewoon heen rijden. Misschien kan ik geholpen worden. Dat is toch handig dan. Ik ga me nu even aankleden. Ja, ik was dus klaar met de proef. En toen ben ik even hier naar het winkelcentrum gegaan. Ik heb honger. Ik heb bij de Jumbo salm in roomkaas gehaald. Roomkaas. Granade in knoflook. En olijven. En ik zag een apotheek. Dus ik heb ook meteen visiecrème gehaald. Nutrilogie 2. En de nachtcreme. Want mijn huid is zo droog. Dus ik ga hem ook meteen opdoen. Als ik deze crème gebruik. Oh. Het is Nutrilogie 2. Met deze crème wordt mijn gezicht echt meteen gewoon. Oh, het is een nieuw flesje. Een potje. Het heeft vettig. Zit ik nou nachtcreme? Ik wil geen nachtcreme. Let niet op. Ik ga deze een beetje op mijn wangen doen. Want die is extra vettig, die nachtcreme. Oh. Meteen beter. En natuurlijk moet ik de nachtcreme op. Dan gaat het niet open. Zo.
Oh. Alsof je kan ademen. Zodra je gezicht gewoon weer goed ingeknipt is. Dus ik ben echt de slechtste vlogger in de wereld. Want ik was heel leuk bij... Oh. Ik heb fles water laten lekken. Dit op mijn bed liggen en niet gedaan. Ja, dus ik was thuisgekomen van de proef. Toen was ik op de computer. Die video ging online met Karin. Op de sushi mukbang. En toen ben ik helemaal vergeten te filmen. Dus net bedenk ik me ineens. Ik pak even de camera bij. Ik ben ook vergeten dat ik mijn pilletjes moest innemen. Dus dit is vitamine C. En dan heb ik hier visolie. En dan de kleinste. Dit is calcium, magnesium en vitamine D. Oh ja, ja, maar ik kan geen make-up vandaag. Ja, ik ga even slikken. Mijn pols doet me heel erg pijn. Het is niet per se dik, maar ik heb echt last ervan. Dus ik ben alvast in bed gelegd, zodat ik niet meer achter de computer ga. Want ik heb echt pijn, gewoon, anders kan ik morgen niet verder. En morgen komt mijn moeder bij me slapen. Misschien kunnen we er even lastig vallen. En dan gaan filmen. Oh, mijn hele deken is gewoon nat nu. Kijk. Hier, dit is helemaal nat. Happy joy. Het is vrijdag, er staat weer een lekker pak sneeuw buiten. Dus ik moet mijn auto gaan krabben en mijn nagels doen. Ik heb om 10 uur een afspraak. Ga ik waarschijnlijk... Ben ik een beetje laat met mijn jaar. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Ja, gelukkig heb ik geen klantje vandaag, ben thuis. Dus ik ga even mijn nagels laten doen. Want dit is de uitgroei. Ik schaam me er echt voor. En deze is kapot. En dan ga ik even boodschappen doen. En dan kom ik naar huis om te werken. Ik heb mijn haar even gewassen en getankt. En mijn moeder is hier, maar ze wil niet op beeld. Dus volgende keer kunnen jullie haar weer zien. En we gaan even uit eten, want ik wilde niet koken. Als jullie dit konden zien, zou je echt lachen. Oh, je gaat ook niet praten. Oh. Je kan wel hi zeggen. Ja, oké. Okay. Ik ben weer thuis. Ik ben super blij, want onze mukbang heeft 3580 views. In een dag. Iets meer dan een dag. Dus dat is echt een record voor mij nu. Ik moet ook zeggen dat ik voor het eerst helemaal geen nare reacties heb gehad. Misschien omdat ik al die sukkels al met de tijd geblokkeerd heb. Dat kan natuurlijk. Er was één rare meisje zei dat ik een groentje was. Dan ben ik dat toch maar, ja, weet je. Maar dat is het ergste wat er is geweest. Voor de rest is iedereen heel blij. Ze vinden Carrie ook heel leuk, heel open. Het wordt echt gewaardeerd dat we heel open zijn. Dus nu denk ik van ja. Ik was eerst namelijk gewoon een beetje bang over de onderwerpen waar we het over hadden. Maar dat hoeft dus eigenlijk niet. Want eigenlijk had Carrie dus gelijk. En is iedereen heel makkelijk en heel vrij. Maar praten we er alleen niet over. En dat is het enige. Maar ja. En misschien de mensen die gedisliked hebben denken dat het inderdaad niet netjes is om over te praten. Dat kan. Maar we hebben zeven... Wacht even, ik zit zo te lullen hier. We hebben... Ja, 77 likes en 7 dislikes. Dus in principe is dat 10%. Daar kan ik mee leven. Daar kan ik helemaal mee leven. Dus ik ben super moe. Ik ben volgens mij, moet ik ongesteld worden. En dat zeg ik lekker gewoon hardop, want 6% van mijn kijkers is een man. Dus weet je, sorry, is allemaal vrouw onderling. Dus ik ga ook zo slapen. Het is nu 10:15. En ik heb morgen 2-3 klantjes. Hier in de buurt gelukkig. En ik hoef pas 12 uur te beginnen, dus ik kan een soort van uitslapen. Ja. Dus ik ga nu naar bed en ik zie jullie morgen weer. Hoi allemaal, het is zaterdag. Het is 11 uur nu, ik moest eindelijk opstaan, ik moet zo even werken. Mijn lippen zijn zo droog in dit weer, dus ik heb even labellen op. Ik ga even ontbijt maken, wat ik al de hele week maak. En ik ben dus met keto bezig, dus je gaat echt denken, waarom gebruik ik zo vet? Maar dat moet. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Ik heb trouwens, want ik ben ook met de pil gestopt deze maand. Doe ik altijd even om wat reinigen. Allemaal rode puistjes. Maar het is beter dan wat ik vroeger had. Dus we gaan nu even samen eten maken. Ik heb op deze die... Nou, hij wil niet scherp stellen. Hier kan je dus graden op instellen. Dus ik heb op 60 graden even gekookt. Voor mijn groene thee. Want als ik het heter doe, dan smaakt die thee echt verbrand. Dus hier drink ik, dit is een halve liter bijna. Dan ga ik hem nu even op 80. Oeh, nee, ik moet hem op 80. Want hij moet eigenlijk 85 graden.
Want ik heb hier een latte macchiato in zitten. En dit drink ik zonder suiker. Er zit waarschijnlijk nog een klein beetje suiker in. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Kijk, die is aanwezig. En nu is hij op 80 graden gekookt. Voor deze. Hier moet ongeveer 150 bij. Maar ik doe meestal de helft van het glas. Dan kom ik op, denk ik, ongeveer uit. Hier is mijn koffie. En ik ga nu hier mijn ontbijt maken. Ik ga twee eitjes bakken met kalkoenbacon. Dat vind ik echt lekker. Met boter en spinazie. En ik doe nog wat kruiden erop. Dus dat ga ik nu even maken. Dit is hoe het eruit ziet. En hier ga ik nog een half avocado bij eten. En met deze denk ik. En dan ga ik douchen en aankleden om naar werk te gaan. Ik heb me even snel opgemaakt. Ik heb even gewoon concealer onder mijn ogen gedaan. En dan gekleurde poeder over mijn gezicht. Zodat ik er iets op heb. En ik ga nu naar de afspraak toe. Ik ben er thuis van de boeking. Ik zie net dat onze video 5100 views heeft in bijna 2 dagen. Helemaal blij. Ik ga even koken, want ik heb honger. Ik had zalm gehaald en hamburgers. Ik ga een hamburger maken met Mexicaanse kruiden en tomaat. En sour cream en kaas. Dat vind ik echt super lekker. Ik had het laatst met gehakt gedaan, maar ik vond het gehakt niet zo lekker. En die hamburgers gaan inderdaad wat moeilijk uit elkaar, maar ik vind de textuur wat lekkerder daarvan. Dus die ga ik eten. En ik ga even het laten zien terwijl we koken. Ik heb dus deze gehaald. Ik weet trouwens niet of er allemaal gekke dingen in zitten. Eikel, paprika.
Oh, glucosestroop, ja. Dat mag ik dus eigenlijk niet, maar goed, daar ga ik niet dood van. Dit ga ik er zo meteen op doen. Ik heb de maatjes gesneden, die ga ik er doorheen doen. En hier heb ik roomboter, die is bijna op. En nu ga ik ze bakken. Vlees is nu aan het bakken. En ik heb deze kruiden overheen gegaan, dat zijn mijn lievelingstakelkruiden. Die doe ik ook heel vaak op kip, daar ben in mijn wrap en zo. En ik snap dus nu waarom ik die hamburgers lekkerder vind het gehad. Want sowieso smaakt de textuur van anders omdat het in elkaar gezet is, maar er zit ook gewoon kruiden op. Dus dat wist ik nog niet. Dus ik heb geen zout en peper gedaan. Dat zit er volgens mij al in. Als ik een beetje zout doe. En dan ga ik nu de tomaatjes erbij doen. Ik doe nog even daar. Zo. En net heb ik mijn groenten ook weer gehad. Ik leg er iets meer vol. En hier gaat dan zometeen cheddar kaas op. Ja, de tomaten zijn nu zacht en het kaas aan het smelten. Nu ga ik opscheppen met een beetje zure room en dan ga ik eten. Ik had dit vorige week gemaakt en ik zat heel erg vol, want ik had alles op mijn bord gegooid. Maar ik neem dus de helft, dus het is 100 gram vlees met een tomaat en kaas. Eén plakje kaas en dan dit. Dus het valt wel mee. Daar ligt de rest. Dan kan ik dat morgen eten. Als ik trek heb, eet ik het wel. Maar in principe, ik eet gewoon totdat ik vol zit. En als ik vol zit, eet ik niet verder. Hoi allemaal, het is zondag vandaag. Ik heb me net klaargemaakt. En ik ga nu naar Rotterdam. Naar de studio van Sunny. Om Sadhana op te maken voor een video. En zij gaat later met een Noorkantoor shooten. Dus het kan allemaal mooi uit. Ik heb gewoon een vest aan. En een jogging soort van topje. Met mijn Balenciaga's. Ik heb mijn haar net even gekruld en ik dacht, laat me een beetje moeite van mezelf doen. En dat zit wel mooi. Oké, ik ga nu naar de auto en ik zie jullie zo meteen weer. Ik ben in de studio met Sadhana. En ze heeft al kleren aan van Noorkantoor en sieraden. Mm-hmm. En hoe vinden jullie haar? Haar? Ik hou er wel van hoor. Ja, van toch? Ja. Oké, cool. Dus we gaan even nu haar make-up filmen en dan zien jullie straks het eindresultaat. Yes! We zijn klaar. Dit is haar look geworden. Super mooi, ik ben er echt heel blij mee. Dus je ogen naar beneden. Ja, ik ben echt heel blij. Het is echt wel mooi. Thank you. Nu gaan ze shooten. Ja. Ja. Het rooi is wel echt een van... Het is apart, hè? Ja, het is echt heel mooi. Eerst was ik echt boos, want ze even dacht, ja, hé, mijn haar is rood. Dat dacht ik niet. Dat kun je bij mij echt verwachten. Ja, en toen zei ze, nee, nu is mijn haar lang, dus het is gewoon... Ja. Ja. Ja, heel mooi. Nou, we zijn net klaar. Sana heeft een sari aan van Noorkantoor. Ik mag heel leuk jullie een kortingscode weggeven. En dat is Anjani Viloki. Kan je invoeren bij het bestellen bij Noorkantoor.com. En alle gegevens van de website zal ik hieronder zetten. Yes! En ik ben heel erg blij met mijn look. En met mijn kleding. En ook heb ik heb een kortingscode voor jullie. Maar die zien jullie in mijn vlog. En een mooie Sadhana in haar sari van Noorkantoor.com. Oké, dus mijn andere afspraken gingen niet door. Die zijn allemaal verplaatst. Dus toen belde Chanda, want ik was eigenlijk daar. En zij was hier bij mij. Wat ik ging doen. Dus we gaan nu haar even ophalen. En dan gaan we naar de Daily Style om het spulletje te halen. En dan weet ik niet wat we gaan doen. Chanda en ik zijn thuis. We hebben net spulletjes gehaald voor de Daily Style. Voor je bruiloft. Yeah, ja. Voor de bedankjes. Voor de bedankjes, ja. En we gaan nu gewoon even chillen en dan gaan we straks salm eten met spinazie, want ze gaat meedoen met mijn keto. Ja, het gaat echt zo snel, dus dat ben ik al heel blij mee. Ja, ik ook. Ziet er goed uit. Zie je verschil? Ja, ik wel. Met mij? Mm-hmm. Echt? Oh, ja, okay. Dat zou ik toch niet zeggen. Ja, weet ik veel. Ik was net even Chanda naar huis gaan brengen. Daarvoor hebben we gegeten, we hebben salm met spinazie gemaakt, heel lekker. En ik ga de vlog afsluiten, kan ik hem gaan editen, zodat hij meteen voor jullie online staat. Als je dit een leuke vlog vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En ja, ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. De video van Sadhana staat trouwens donderdag online. Dus dan weten jullie dat. Doei!